Maar je staat ook voor andere mensen open. Onlangs stond je op het UZ, stond je met een grote band. Hoe was die ervaring? Een optreden heel hoog in de skyline. Ja, dat is heel speciaal. Het uitzicht dat we hadden, dat was vooral duidelijkheid in het ziekenhuis in Hasselt. Daar hebben we dat gedaan. Het Virajesse ziekenhuis. Samen met Isolde Lazoen, Thijs Delbeke en Filip Kaulier. Dat is heel bijzonder. En je voelt ook natuurlijk dat de mensen van het zorgpersoneel eigenlijk dat die energie nodig hebben. Want die mensen hebben al zo hard het beste en zo lang het beste van zichzelf gegeven dat het niks te vroeg komt om op dit moment af en toe ook eens een moment van ontspanning in te kunnen lassen voor hen, daar ter plaatse op hun werk. Maar ik merk ook dat ze die muziek aangrijpen als een soort van moment van meditatie bijna. Een soort bezinningsmoment waar ze als team en als ploeg denk ik wel energie uitputten om er tegenaan te kunnen blijven gaan. Die reacties zijn zeer overweldigend, moet ik zeggen. Chefmuziek is inderdaad bindend voor alle culturen. De mensen worden daar vrolijk van en er wordt ook veel vriendschap gedaan. Maar hoe zie je het eigenlijk nu een beetje voor de toekomst? Hoe ervaar je dat? U schrijft draaiboeken voor bepaalde zaken, componeren misschien eventueel in de toekomst, voor de toekomst? Ja, ik ben op dit moment nieuwe muziek aan het schrijven voor een nieuw pianoboek. Hè. Ik heb vorig jaar Start to Play, dus de drie pianoboeken om te leren pianospelen, gelanceerd. En daar wil ik nu graag een vervolg aan maken, dus ik ben daarmee bezig. En ik ben ook al voorbereidende schrijfdingen aan het doen voor een film die... normaal gezien ging die dit jaar nog uitkomen, maar dus gezien de coronacrisis zal het iets voor volgend jaar zijn. Maar dat is een film waar een man wordt gevolgd, een Amerikaanse triatleet wordt gevolgd, die slachtoffer was van de terroristische aanslagen in Zaventem. En die man was bij die aanslag heel zwaar gewond, maar die heeft op zijn ziekenhuisbed gezworen dat hij ooit terug een Ironman zou gaan lopen. En dus... we volgen die man, die is nu volop die voorbereidingen aan het treffen. Die Ironman had normaal gezien nu binnenkort in het najaar moeten plaatsvinden. Natuurlijk gaat hij waarschijnlijk niet doorgaan. Maar dus in die zin schuift de film een beetje op. Maar daar ben ik wel ook al muziek voor aan het schrijven. Dus dat is wat er nu heel concreet op de plank ligt. Dat en de online concerten, hè, die we dus elke maandag en elke woensdag doen. Dat is heel concreet wat we waar we aan het werken zijn. Als je niet in de muziekwereld bezig bent, hoe ga je nu je tijd verdrijven? Laat ons zoveel mensen zeggen, ik heb heel veel tijd, maar ik denk bij jou dat die tijd wel meer of 24 uur moet zijn voor een dag te vullen. Wel, dan is het erboven. Voor nog wat vrije tijd te kunnen hebben. Met wat hou je je dan bezig? Wel, ik sport heel graag. Hè. We hebben ook al het geluk gehad dat het prachtig weer is geweest de laatste weken. Dus... in mijn geval, ik rijd graag met de fiets. Ik ga ook regelmatig gaan joggen. Dus, en binnenkort hopelijk terug kitesurfen. Hè. Als ik terug een klein beetje meer tijd heb, dan zou ik dat graag gaan doen. Dus daar ook mee bezig. Boeken lezen, maar evenzeer ben ik ook bijvoorbeeld Italiaans aan het leren. Dus ik probeer op die manier een klein beetje het aangename aan het nuttige te koppelen. We gaan afscheid nemen van een bezige bij. Ik wens jou in ieder geval veel succes en we kijken uit naar de mooie concerten die je geeft voor eigenlijk een appeltje voor de dorst, want het is voor andere mensen te steunen. En we gaan dat zeker voor de mensen nog meer publiciteit opmaken als die concerten volgen en die mensen kunnen steunen. Dank je wel. Oké.